Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe update video hier op Banyard Town. Ik zit hier vandaag in mijn woonkamer met een laptop om jullie reacties een keer te behandelen. Hier van Banyard Town in een Banyopia update. Het is niet echt een Banyopia update, meer een Banyard Town update, maar dat maakt helemaal niet uit. Vooral blijven kijken, want aan het einde van deze video ga ik aan jullie vertellen wat jullie kunnen doen om ons van Banyard Town te helpen en hoe jullie op Banyard Town terecht kunnen komen. Het kan zomaar zijn dat we jullie op gaan bellen, dat we een verhaal van jullie gaan voorlezen, et cetera. Dat aan het einde van deze aflevering. Nu eerst, ik zit trouwens hier met een Bratz. Een prachtige Bratz pleister, zoals je kan zien. Hoezo een Bratz pleister? Nou, omdat ik mijn vinger echt zo stom. Ik had als mijn vinger mijn hand hier zo. Heb ik zeg maar tussen het scharnier van het statief gekregen. Het statief wat daar staat van de camera. Ik klapte hem open, mijn hand zat er klak. Ah! Dat doet pijn. Jongens, de eerste reactie. De eerste reactie is van Lennart Gaatje Niks aan. Ga je nu voor altijd stoppen met gamen of gewoon voor een tijdje? In principe ga ik voor altijd stoppen op YouTube met gamen. Ik ga wel natuurlijk in real life verder gamen. Maar het is voor mij heel belangrijk dat als ik een spel speel dat ik het echt, echt geweldig vind. En het is nu even niet leuk. En ik weet niet of het nou, weet je, als het naar 2015 is. En ik zeg, jongens, ik heb zin om een spel te spelen. Of misschien eind van het jaar, ik ga het met jullie spelen. Het kan zomaar gebeuren. Maar wat mij heel leuk lijkt is, als ik ooit een spel ga spelen, dat het dan zeg maar kleine minigames gaan worden. Zeg maar inbreken met Bardo. Die video die vond ik heel cool, dat ik ergens in een huis ging inbreken. Je hebt simulatorspellen, je hebt heel veel spellen. Maar geen Let's Play serie meer van Bardo. Dat is gewoon voor mij passé. Dat is echt wat ik heb gedaan en wat ik niet meer zal gaan doen. Volgende is van Jetse Sisse Gossens. Ik hoop dat ik zijn naam echt goed zei. Sietse Gossens. Laat dieren over zodat je een boerderij kan maken. Verder als je een paard wil zitten naar blablabla erop richten. Rechtermuis op klikken. Jongens, ik weet natuurlijk al wat er gaat gebeuren in Banyopia. En nogmaals, in Banyopia ben ik al dood. Dus dit soort reacties voegen niet heel veel toe. Ik vind het heel cool dat jullie meedenken als in maak een boerderij, maak een paard. Maar deze serie is al helemaal klaar en opgenomen. Ik weet wanneer ik dood ben in Banyopia. En ik kan je wel vertellen, vandaag, morgen en overmorgen ben ik in ieder geval nog niet dood in Banyopia. Wat er daarna gebeurt, ik kan elk moment doodgaan in Banyopia. En wat betreft het paard, dat zie je vanzelf in Banyopia, hopelijk. En de boerderij is een leuk idee. Misschien dat ik dat ooit nog een keer doe in een andere serie. Als ik ooit een keer een andere serie ga doen. Volgende, Bardo Doe F3. Dan zie je coördinaten en ga op 11 mijnen. Jongens, dit is weer te laat sowieso. En er komen een paar dingen voorbij. En de zoektocht naar de diamond is nu nog altijd in volle gang. Ik zweer het je, als ik een diamond vind op Hardcore Survival, is dat een prestatie van je welste? Ik bedoel, we zijn nu bij aflevering 15 van Banyopia, Hardcore Survival. Dat we überhaupt hier een reactie hebben over diamonds, is al veel te ver. We zijn al 2 weken bezig met Banyopia en ik ben niet dood. Dat is belachelijk. Dus ik vind het heel leuk zo'n reactie als dit. En wat ook heel vaak gebeurde was mijn camera wat fout ging. En dat was de F5 knop die ik niet kon indrukken, want mijn toetsenbord was kapot. Heel veel mensen wisten dat schijnbaar niet. En de volgende reactie is van Wesseldam. Wesseldam die zegt, ik vond een keer diamonds een paar blokjes onder de grond, iets van 5 blokjes onder ground niveau. Of F zat kool, ik hakte en toen zaten er diamonds. Ja, dat kan. Je kan diamonds vinden. Nogmaals, dit ga ik niet doen. Ik ga er niet op gokken om zeg maar 10 afleveringen van Banyopia te hopen dat ik die diamond nu een keer kan vinden. Op zeg maar ground niveau, nee. Dat gaan wij niet doen in Banyopia. Hoe leuk deze reactie ook is, dat is echt fucking veel geluk heb jij daar gehad, Wessel, dan. Dat is echt belachelijk. Mert Akai vraagt daarentegen, waar zijn Banyopia nummer 11 tot en met 13? Die moet ik nog even in de afspeellijst zetten. Deze video zet ik ook in de afspeellijst. In de beschrijving zet ik ook een linkje naar de afspeellijst. Dan kan je hem in ieder geval even checken. En dat is leuk. Dus daar kan je de Banyopia aflevering 11 tot en met 13 vinden. Er was een technisch probleem begin van de week met een paar Banyopia's. Maar vandaag, serieus, letterlijk vandaag, heb ik weer genoeg gerenderd. Dus daar is geen probleem meer van. Bardo, doe eens wat meer je best. Dat zegt gewoon Anthony. Gewoon Anthony, wat er gebeurt als ik meer mijn best ga doen in Banyopia. Ik ren die cave in, ik vind die heks en die heks die vermoordt mij. Banyopia is klaar en je hebt nooit meer een gameplay van mij.
Als dat is wat je wil, ga ik zeker weten meer mijn best doen. Maar helaas, dat gaat niet gebeuren. Want nogmaals, we willen allemaal deze serie zo ver mogelijk krijgen. Bewijzen van dat we nog een keer de Ender Dragon gaan verslaan op Hardcore Survival. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Maar dat zijn de toekomstdromen gewoon, Anthony. En nogmaals, nee. Nee. Ik doe heel erg mijn best. Ik ben 15 afleveringen nu met Banyopia. 15 afleveringen van ongeveer, ja, gemiddeld 15 minuten. Dat is dus al gewoon bijna 3 uur op Hardcore Survival. Serieus, dit is nu al by far een van de langste survival series op Banyotown. Dus doe eens wat meer je best. Godverdomme, wees blij. De laatste dan, dat is van Loekie van Ede. Hoi Bardo, kun je een keer geen muziek erachter zetten? Ik erger me en dan concentreer ik me niet op je leuke video. Alvast bedankt als je dat doet dan, haha. Ja, natuurlijk, ik heb hier een paar reacties van gelezen. Met name de eerste afleveringen stond de muziek echt veel te hard. We hebben de muziek nu wat zachter gezet en ik denk dat het nu ook veel leuker is om naar te kijken. En ik denk ook dat de muziek onder Banyopia heel veel toevoegt aan Banyopia. Bijvoorbeeld tijdens het minen heb je spannende muziek. Op het land heb je leukere muziek. In de avond heb je natuurlijk een beetje horrormuziek. Hier denk ik heel erg over na. Ik probeer de muziek zo goed mogelijk te plaatsen voor jullie. En ja, nogmaals bedankt Loekie voor deze reactie. Ik blijf muziek eronder plaatsen. En blijf ook vooral reageren of je de muziek goed vindt, slecht vindt of wat dan ook. Want nogmaals, van alle Banyopia afleveringen lees ik echt alle reacties. Enige reden dat ik niet overal op reageer is simpel, omdat ik dan gezeik krijg met anderen. Ja, waarom reageer je niet op mij en dit en dat en zus en zo. Dus daarom, ik ga af en toe een Banyopia update video maken zoals dit. En dan waar ik aan het begin van de video over begon. Dat zijn namelijk, hoe kan jij in Banyotown komen? Heel simpel, aankomende zaterdag hebben we een hele grote opnamedag met Rick, Jordi en Dennis. En tijdens die opnamedag, ja, Dennis was een hele oude in die rolstoel van Banjo Movies. En tijdens die opnamedag willen we eigenlijk gaan kijken of we nu meer verschil kunnen maken in de Banjo Studio. Daarvoor is deze hele opnamedag echt bedoeld. En waarom zeg ik dit nu in één keer? Omdat er nu, boem, een e-mailadres in beeld staat. En ik wil vragen aan jullie om na dat e-mailadres een paar dingen te mailen. Sowieso fanart. Ik bedoel, Photoshop er lekker op los. Pak die foto's van Banyotown.nl en maak vette artwork die wij kunnen zien in de Banjo Studio. Mail die naar dit e-mailadres. Of, dat is nog makkelijker voor heel veel mensen, schrijf fanfictie. Fanfictie, dat is dus eigenlijk verzonnen verhalen over de Banyotown crew. Dat betekent dus, Jordi werd wakker in bed. En naast hem in bed zag hij een eenhoorn liggen. Wat hij niet wist is dat de eenhoorn een seksuele affaire had met Rick. Terwijl Rick eigenlijk teder in de armen van Vincent lag. Terwijl Bardo daar niks van af wist. Kijk, dat is fanfictie. En wij zoeken dat soort verhalen. Probeer een heel groot, heel vet, heel raar, absurd verhaal te maken die wij kunnen voorlezen in de Banjo Studio. Het lijkt mij heel leuk als wij jullie verhalen kunnen lezen. Dus fanfictie, art. En hier komt het vetste waarop we jullie kunnen opbellen. Zet ook je 06-nummer in de e-mail. Je kan ook je 06-nummer mailen hier naartoe. En wie weet bellen wij er dan nog wel een keer op en zeggen we hallo, welkom, jij bent op Banyotown. Zeg nu wat je wil zeggen. Dus jongens, boem! Dat zijn een paar hele gruwelijke dingen. Daarnaast natuurlijk heb ik een heel goed nieuws voor heel veel mensen die deze video zover hebben gekeken als nu. Ik heb geen broek aan. Huppakee. Ik kon het niet laten. Als laatste wil ik toch echt even vertellen dat er in de Banyotown webshop op de banyoshirt.nl zijn er nieuwe designs toegevoegd van de Teendones en van Banyopia. Check het even daar, bestel de shirts, ze zijn gruwelijk. Of download je eigen slofskin op teamslof.nl. Alle linkjes in de beschrijving. Nogmaals, mail je fanfictie of je art of je 06-nummer naar dit e-mailadres. En met name fanfictie en fanart. Dat zal echt, als je dat maakt en je maakt het echt heel vet, is de kans heel groot dat je op Banyotown komt. Mail het nogmaals naar banyamovies@gmail.com. Deadline is morgen, vrijdagavond. Voor die tijd moeten we binnen hebben. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Een hele grote update video. Banyopia, Banyotown update video, hoe je het een beetje wil noemen. Dus mail. We hebben het echt nodig. Je fanfictie. Ga nu lekker beginnen met tikken. Dankjewel. En ja, bedankt voor alle reacties en ik check jullie. Oh, trouwens, geef een groen duimpje. Want als jullie een groen duimpje geven, dan weet ik natuurlijk, hey, ik ga dit vaker doen. Hoe meer groene duimpjes, hoe groter de kans dat ik hier volgende week weer zit. Bedankt voor het kijken en ik check jullie. Later!